En de vrienden van Stadsherstel houdt komende zondag voor de vierde keer de Open Monumentendag. Diverse monumentale panden worden voor deze gelegenheid opengesteld en de samenleving krijgt de kans deze te bezichtigen. De Corner House aan de waterkant en de Oranjetuin aan de Nassilaan zijn twee plekken die onder andere kunnen worden bezocht. Volgens Astrid Curry, vertegenwoordiger van de vereniging Vrienden van Stadsherstel, zal de mogelijkheid bestaan om onder begeleiding van gidsen onder meer een stadswandeling te maken. De meeste evenementen zullen hier centraal plaatsvinden bij het Fort Zeelandia. De opening wordt gedaan door Jerry Akum, dat is de directeur van Stichting Toerisme Suriname. En de directeur van cultuur, de heer Sidoel, gaat hier ook aanwezig zijn. Van hieruit kunnen mensen zich registreren om mee te doen aan een puzzelrally. Daar zijn prijzen aan verbonden, waarbij we die gesponsord worden door onder andere Fernandes Food. Er is een vijftal gidsen van de United Tour Guide Suriname die zich beschikbaar hebben gesteld om korte citytours te doen. Daar hebben we wel, je hoeft dus, de toegang is gratis en je hoeft je ook niet te registreren, behalve dan op de ochtend zelf. Behalve voor de citytours, omdat daar een maximum aantal deelnemers bij aan verbonden is. Er kunnen maximaal 15 deelnemers ongeveer op zo'n tour meelopen. Natuurlijk kunnen mensen hier ook vrienden van ons worden. Kunnen ze zich opgeven om vrienden te worden. Met hun financiële bijdrage ondersteunen we de Stichting Stadsherstel Suriname. In het Waaggebouw zullen presentaties worden gehouden. 3 om 9 uur, 10 uur en om 11 uur. En de onderwerpen zullen zijn cultureel erfgoed van Suriname. En Fort Nieuw Amsterdam en ook een presentatie over de Oranjetuin begraafplaats. En op alle locaties worden er ook rondleidingen verzorgd en wordt informatie gegeven over het gebouw zelf, het pand. Curry is de mening toegedaan dat Suriname een prachtige geschiedenis heeft met een mooi nalatenschap. Wij staan er echter niet genoeg bij stil. Daarom wil de vereniging met dit evenement meer aandacht geven aan ons erfgoed, zegt Curry. Mensen klagen heel vaak over panden die niet goed onderhouden zijn, waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Het zijn vaak overheidsgebouwen, maar het belang van het historisch erfgoed, als je weet, staan we op de werelderfgoedlijst van de UNESCO, is natuurlijk enorm groot, ook voor onze volgende generatie, dat de historie, de geschiedenis bewaard blijft. Maar het is ook belangrijk voor het toerisme en daarnaast is er natuurlijk ook een spin-off naar het bedrijfsleven. En het is gewoon cruciaal voor onze Surinaamse geschiedenis om dit te behouden. Dat was Astrid Curry, vertegenwoordiger van de vereniging Vrienden van Stadsherstel. Deze organisatie houdt komende zondag voor de vierde keer de Open Monumentendag. Diverse monumentale panden worden voor deze gelegenheid opengesteld.